Op dit stuk grasveld, de Ansgemse nieuwbouwwijk tussen de Kalkstraat en Terschabbe, zou een speeltuin voor kinderen moeten staan. Maar door een fout bij de bouwmaatschappij Hiboma staat hier nog niets. Schepen van Infrastructuur, Rick Koolman, legt uit hoe dat zit. De leverancier had beloofd aan de projectontwikkelaar om dat op 23 augustus laatstleden te plaatsen. En er zou 29 augustus een keuring zijn, zodat dat nog kon gebruikt worden voor het begin van de scholen. Alleen stond hier op 29 augustus geen speeltoestellen. En toen bleek dat de leverancier die per ongeluk ergens anders in Deinze had gezet. Dit zijn ze dan, de speeltuigen die in Ansgem moesten staan. We bevinden ons op een andere Hiboma-verkaveling. Lucien Buysse in Montergem, dat is bij Deinze. In een schriftelijk antwoord liet Hiboma weten hoe dit gebeurd is. De projectleider verkavelingen was met onze onderaannemer tegelijkertijd in onderhandelingen voor het leveren en plaatsen van de speeltuigen op de verkaveling in Ansgem als in Montergem. Door een miscommunicatie van de projectleider met de onderaannemer is de bestelling van de speeltuigen voor de verkaveling in Ansgem op onze verkaveling te Montergem geleverd en geplaatst. Gemeente Ansgem heeft begrip voor het voorval. Schepen Koolman legt uit wat er nu zal gebeuren. We hebben contact genomen met de ontwikkelaar van dit project. Die gaat zijn leverancier van die toestellen aanspreken en hoopt zo vlug mogelijk hier die te kunnen installeren. Uit eigen ervaring weten we dat dat niet zo rap kan gaan, want die mensen hebben die toestellen niet op voorraad liggen. Dus wij weten dat dat meestal een maand, 2 maanden duurt. We hopen dat ze hier zo rap mogelijk er staan en dat is het belangrijkste.